op dit moment is de grootste zorg om te zorgen dat alle patiënten terecht kunnen in onze zorginstellingen. En daarom hebben we ervoor gezorgd dat de zorgcapaciteit enorm is uitgebreid in het Langeland Ziekenhuis. Maar ook hebben we een speciaal coronacentrum opgericht waarin alle patiënten goed verpleegd kunnen worden. En daarnaast kijken we heel goed om naar alle kwetsbaren in de stad. Dan moet je denken aan ouderen die alleen thuis wonen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij met alle maatregelen toch heel veilig thuis kunnen blijven? Het gemis van menselijk contact is misschien wel het grootste wat ons nu overkomt. En ik vind het dan ook echt hartverwarmend om al die spontane initiatieven te zien om elkaar een hart onder de riem te steken. Daar ben ik echt ontzettend trots op die saamhorigheid. En ik ben heel trots op al onze zorgmedewerkers, want die werken echt op dit moment keihard. Ze draaien lange uren en ze hebben geen idee wanneer dit eindigt. En dan denk ik aan alle mensen in het ziekenhuis, in onze verpleeghuizen, maar ook aan alle mensen die bij mensen thuis hulp verlenen. Blijf gezond, blijf thuis, denk goed om elkaar en hou vol.